Mo, dit moet een hele mooie dag voor jou zijn, of niet? Ja, het is, zeker een mooie dag. Contractondertekening voor de club waar ik al jaren speel. En waar ik ook vandaan kom, dus het is dubbel mooi eigenlijk. Ja, hoe blij ben je ermee? Ik ben heel erg blij. En ik ben natuurlijk ook tevreden met de club. En ik hoop natuurlijk gewoon om zoveel mogelijk minuten nu te gaan maken. En ik ben gewoon heel erg blij en tevreden met het contract. En waar denk je zelf dat je het aan te danken hebt, deze contractverlenging? Ik denk vooral het goede spel van de afgelopen maanden tot weken. En ik denk dat ik me vooral bij het eerste ook heb kunnen bewijzen en heb kunnen laten zien wat ik kan. En dat zal ik alleen nog maar blijven doen. Dus ik denk een goede beloning daarvoor. En een bijzondere dag. Wie neem je al mee in zo'n moment? Wie ik hier naartoe meeneem? Ja. Mijn familie gewoon. En mijn moeder is er ook. Dus gewoon vooral familie en vrienden. Het is al de tweede keer dat jij contact hebt verlengd hier. Ja. Heb je er lang over na moeten denken? Nee, eigenlijk niet. Vanaf het eerste moment al... Als het niet is, waarschijnlijk denk ik echt nadenken, want dit is eigenlijk gewoon als tweede huis voor mij FC Utrecht. En ik heb altijd vertrouwen naar de club toegegeven en andersom ook naar mij. En die samenwerking is altijd top geweest tot nu toe. En het was niet echt lang nadenken. Maakt dat ook extra bijzonder omdat je jongen van de stad bent? Extra trots misschien wel? Ja, zeker. Vooral vroeger als kleine jongen, dan keken naar die spelers. Van het eerste naar het stadion. En dan dacht je van, ik wou het ook. En vooral natuurlijk omdat je echt de jongen van de stad bent. En hier vandaan komt, is het een soort extra mooie om hier te tekenen en om in het stadion te spelen. Je hebt dus nog vaak meegedaan met het eerste elftal. Hoe is het voor jou om op het Utrecht topsportcentrum mee te trainen? Het Utrecht topsportcentrum? Is top. Ik train daar al een tijdje mee. En faciliteiten zijn top. Staf is goed, top. Het veld en natuurlijk het niveau is natuurlijk anders dan bij Jong. En daar geniet ik gewoon van. En dat is hetgeen wat mij denk ik ontwikkelt. Om daar zoveel mogelijk mee te trainen. Wat zijn je doelstellingen voor het komende seizoen op de korte termijn? Ik hoop zo snel mogelijk weer een minuut te gaan maken. En dat ook te blijven gaan maken. En ook om gewoon zeg maar vaste waarde te zijn voor het eerste, zowel op het trainingsveld als in de wedstrijden. En ik wil gewoon heel graag laten zien wat ik in huis heb. Ik heb al een klein beetje kunnen laten zien wie ik ben, maar ik wil dat gewoon in grotere lijnen laten zien aan de fans en ook wat betekenen voor de club. Ik ben daar gewoon heel gedreven voor en ik zou daar heel veel voor doen. En dat komt wel goed.